Als ik het brood uit de oven haal, dat is eigenlijk wel een heel mooi moment, want er gebeuren heel veel dingen tegelijkertijd. Wat je opmerkt is het knapperige geluid van de korst, die ja, langzaam afkoelt. Als het mooi kraakt, dan is het een goed brood. The singing of the loaf. Ik ben Elise. Ik werk hier al sinds net iets meer dan een jaar bij Baking Lab. Ik ben Yassin. Ik werk nu 7 maanden bij Baking Lab, denk ik. Het ritueel wat we vandaag hebben gedaan is eigenlijk het brood maken. Het deeg voorbereiden. 360, 80, 400 gram. En een beetje. Alle bloemsoorten en meelsoorten hebben een andere eigenschap. En dus we maken eigenlijk een mengsel van 3 verschillende soorten. En mengen. Goed mengen met de handen. Het ritueel wat we vandaag hebben gedaan... Het gaat eigenlijk bij ons heel erg over weer in contact komen met het aardse. Dus het deeg en de grondstoffen waarmee je werkt. Maar ook het in contact komen met wat we aan het doen zijn. Dus we werken heel erg met onze handen en onze zintuigen. En die laten wij eigenlijk leidend zijn in het proces. Ja, dus nu hebben we het deeg gemengd. We hebben er zout doorheen gedaan. En de volgende stap is eigenlijk dat we nu de natte ingrediënten er doorheen gaan doen. We beginnen eigenlijk met water. Het water heeft een temperatuur van net boven de 20, geloof ik vandaag. Het is een heel aandachtintensief proces, dus je moet er heel hard bij blijven. Dus je bent eigenlijk voor even niet bezig met alles wat rond je gebeurt. Dus ik heb eerst het water. Yassin, kun jij het kookstuk bij het water gooien? Yes. Het is wel leuk met de workshops die wij geven om de mensen die bij ons komen leren kennis te laten maken en te begrijpen wat er gebeurt, gebruiken we veel metaforen. En één metafoor voor het brood en het deeg is eigenlijk de metafoor die we gebruiken om uit te leggen wat het verschil is tussen gist en deze. Een gistbrood is eigenlijk een brood wat uit een monocultuur van gistcellen bestaat die je gewoon in de supermarkt kunt kopen. Terwijl als je een deesem hebt, een natuurdeesem, heb je allemaal verschillende organismen. Je hebt bacteriën, je hebt gisten en allemaal verschillende stammen. Dus het is eigenlijk een soort van multiculturele samenleving. Het is een hele hoge diversiteit en dat is ook wat je terugziet in de omgeving waar wij gevestigd zijn, Oost. Het is een hele multiculturele samenleving en daar krijg je eigenlijk hele mooie dingen uit. Verschillende smaken, verschillende mensen en dat houdt het heel speels. En leuk. En nu zitten alle ingrediënten die je gaat gebruiken, zitten eigenlijk allemaal bij elkaar. Het gevoel dat het mij geeft om brood te bakken, te kneden, heel het proces gewoon is. Je bent met meerdere personen bezig en iedereen heeft een stapje in het proces. Wil je mij helpen, Jassin? Dit is het zware werk. Dit is, normaal gesproken doen machines dit, maar dit doen we met de hand. Dus als het uiteindelijke resultaat heel, heel mooi is en als je er echt trots op kan zijn, dan ben je dat niet alleen, maar dan heb je dat met z'n allen gedaan. En dan, ja, het schept echt wel een samenhoring met je collega's om een mooi brood uit de oven te krijgen.